Welkom bij ons wekelijks gesprek met Paul Jansen, de hoofdredacteur van de Telegraaf, waarmee we een aantal grote nieuwsonderwerpen doornemen. Paul, welkom. We zien achter ons Geert Wilders in Rusland bij de Doema op bezoek. En de nabestaanden van MH17, die zijn pissig. Ja, het is een bezoek waar er toch veel over te doen is. Allereerst natuurlijk, waarom gaat Geert Wilders naar Rusland? Nou, hij heeft daarover gezegd dat hij in het najaar is uitgenodigd door de Russische ambassade. En hij vindt het van belang, dat zegt hij, dat het anti-Russische sentiment wat in het Westen leeft, en ook in Nederland, volgens hem, dat hij daar een tegenwicht aan wil bieden. Ja, het blijft ook qua timing natuurlijk vreemd. Zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hij krijgt nu de toorn van de nabestaanden van de vliegramp met MH17 over zich heen. Omdat wel duidelijk is dat die veel genoemde bukraket, dat die ook uit de hoek kwam pro-Russische troepen. Dus er is veel mist rond dit bezoek. Ja. En wat met name te denken geeft, is dat natuurlijk het Front National, de Franse zustertak van de PVV, ook warme banden onderhoudt met Moskou, maar daar ook financiële steun ontvangt in de vorm weliswaar van leningen van Russische banken. Nou, Wilders ontkent altijd dat die geld of giften krijgt, of wat dan ook, uit de hoek van de Russen. Maar er is natuurlijk veel te doen ook om de partijfinanciering van de PVV. Dus het is niet allemaal heel fraai wat hier zich afspeelt. Nee, tegelijkertijd, je zei het eigenlijk net al, is het ook misschien tijd dat de banden met Rusland wat genormaliseerd worden, omdat we nog steeds sinds die Koude Oorlog, wat het een tijdje geleden hierover met Jaap en Hoop Scheffer, nog steeds veel te kil zijn eigenlijk, terwijl we zitten gewoon aan elkaar vastgeklonken aan Europa. Alleen, jij zegt timing is hier het probleem. Nou ja, kijk, je kan op zich best een discussie beginnen over of de toon die het Westen aanslaat tegen Moskou, of die goed is en constructief. En wat daar precies allemaal achter zit. En of, inderdaad, wat de Hoop Scheffer natuurlijk in het verleden heeft gezegd, Of het beleid van het Westen en ook van de NAVO en van de EU, of dat constructief is geweest. Maar dat is wat anders dan dat een volksvertegenwoordiger uit het Nederlandse parlement op eigen houtje naar Rusland gaat, daar met zo'n vriendschapsspel gaat lopen, wat toch als een provocatie wordt gezien. He, met name weer door die nabestaanden. Mij is volstrekt onduidelijk wat hij daarmee heeft te winnen. Het enige dus wat je dan kan bedenken is dat er misschien toch iets uit financiële hoek uit Rusland komt, waardoor de PVV-leider er een belang bij heeft om dit te doen. Maar dat blijft hij dus glashard ontkennen. Is Wilders een beetje zijn momentum kwijt? We hebben het al, hij heeft best wel veel rond de gemeenteraadskandidaatleden. Is een beetje gedoe. Nu doet hij dit. Is hij een beetje zijn ritme kwijt, zijn momentum? Nou ja, de PVV, wat nog steeds een partij is die helemaal rond Geert Wilders hangt en is opgetuigd. En dat is zeker een probleem. Want je ziet dat de PVV wel probeert te verbreden aan de basis. Nu door in meer gemeenten mee te doen met de verkiezingen. Maar alles draait nog om Geert Wilders. En ja, hij heeft het lastig in Den Haag om zijn rol te vinden, nu hij steeds in de oppositie gedrukt blijft en eigenlijk ook niet echt een toekomstperspectief heeft dat de PVV wel eens zal gaan regeren. Want ze zetten zich zo nadrukkelijk af tegen de rest. Maar ze hebben daarnaast ook wel flinke concurrentie van het Forum voor Democratie van Thierry Baudet. En dat wordt wel een heel lastig verhaal. En je ziet dus dat waar tot voor kort de PVV eigenlijk op rechts alleen hier zo was. Ja, met name ook omdat de VVD al zo lang regeert. En dan schuif je als regeringspartij, moet je compromissen sluiten, schuif je op naar het midden. En dat gaf natuurlijk wind in de zeilen van de PVV. Nou, nu is er een concurrent op rechts bijgekomen. Dat is al heel lastig. En je ziet daarnaast ook dat de VVD, die natuurlijk ook veel aanhang wel heeft verloren, maar bestuurderspartij, economie gaat goed, wind daar in de rug. In de afbreuk. En dat legt de VVD ook geen windeieren. Dus de PVV heeft het op alle fronten lastig. Maar het ontbreekt ook een beetje aan toekomstperspectief. Waar wil Geert Wilders nou met zijn partij uiteindelijk heen? Ja, deze week een groot artikel in de krant over de OZB, die maar stijgt. Zelfs meer dan de inflatie. En het is niet journalistiek, maar wel persoonlijk. Het is een van de belastingen waar ik altijd de grootste moeite mee heb. Omdat het
ik kan daar verder als huiseigenaar niets aan doen. Het stijgt, dat is het blijkbaar de markt, maar ik heb geen intentie om te verkopen. Ja. En toch zegt de gemeente, nou, dit is het bedrag wat eraan gekoppeld is. Ja, nou, er zijn wel meer belastingen waar mensen moeite mee hebben. Ja, het is bij mij zit het hem in die. Zit het in die. Nou ja, je kan je dan als schade troost nog wel voorhouden dat je huis in ieder geval op papier dan minder waard wordt. Belangrijk, op papier. Dat is, nou ja, maar dat is in die zin wel belangrijk, omdat iets als het consumentenvertrouwen, hè, waarom als mensen zich rijker voelen, gaan ze meer geld uitgeven, is belangrijk voor de economie. Maar goed, daar heb jij als woningeigenaar op dat moment helemaal niets aan. Kijk, gemeenten hebben hun eigen financiën en moeten dat op de een of andere manier financieren. Ja. Dus is dit als een woningbelasting is dan een van de manieren om aan geld te komen. En ja, als de woningen meer waard worden, zou je kunnen zeggen dat je dan het percentage wat je eraan vraagt naar beneden bijstelt. Dat gebeurt helaas amper. Ja. Er zijn wel gemeentes waar de OZB uiteindelijk omlaag gaat, maar dat zijn toch wel in de minderheid. Doorgaans zie je alles langzaam stijgen. Nou, wat is nu het interessante hieraan? Dat de VVD, die zich heel lang heeft opgeworpen als de partij van de woningeigenaar, een voorbehoud van de hypotheekrente aftrekken, heel lang een stokpaardje geweest, wat ze ook al hebben verlaten. Ja. Dat die partij nu in de gemeente waar ze de grootste zijn en dus besturen, dat daar blijkt dat ze toch wel zelf heel gretig in die pot zitten en de tarieven aan het opschroeven zijn. Ja, ik vond dat toch wel tamelijk ontluisterend. Wat zegt dat? Is lokale politiek en de landelijke politiek, zijn het gewoon twee aparte entiteiten? Nou, het zegt allereerst dat als je eenmaal op het plus zit en je ziet je begroting, en dan kan je wel je verkiezingsbelofte hebben, maar als dat een gat in de begroting betekent, dan denk je, nou ja, laat dat maar zitten. Maar dat betekent wat mij betreft dat lokale politici van de VVD in dit geval zeker dan misschien iets grotere mond moeten hebben en iets minder rooskleurige beloften moeten doen. Landelijk voor de VVD zie je wel een bredere trend. Ik zei net al, de hypotheekrenteaftrek, stokpaardje geweest, heeft de VVD verlaten. De zogenaamde wet Hille, hè, die aflosboete, die wordt weer ingevoerd. Nu met de OCB zie je dat ze ook niet doen wat er beloofd is. En daar kan je wel een trend in bespeuren, dat de liberalen, de VVD, eigenlijk zich als partij van de huiseigenaar, dat ze de huiseigenaar de rug toekeren en die toch wel in de steek laten. En ik vind dat is een keuze die de VVD kan maken, maar wees er dan ook al eerlijk over in je verkiezingsbelofte. En dat zijn ze niet. Maar bestuurskundig gezien, de OZB, op het moment dat het economisch goed gaat, zou je zeggen, ik krijg meer inkomsten als lokale overheid, dus ik kan daar het een beetje laten vieren. En het blijft raar dat dat niet gebeurt. Ja, want je krijgt meer geld. Je blijft er een balletje voor opgooien. Ja, ik blijf er een balletje voor opgooien. Het grote onrecht jou niet langer wordt aangedaan. Ik ben de kijker. Ik sta voor de rest van Nederland. Even ja, je zou inderdaad kunnen zeggen, als de economie floreert, dan zie je dat vaak ook in je lokale inkomsten, zou dat ten goede moeten komen. Maar ik denk dat het toch kennelijk werkt dat anders. Of denken misschien gemeentebesturen wel van, hey, er liggen altijd wel dingen waar ik nog geld voor nodig heb. Ik bedoel, er zijn altijd wel weer een nieuw bestuur, een nieuw elan, mooie plannen. En iedereen wil er weer zijn eigen stempel op drukken. En dat kost meestal geld. Maar het kan niet zo zijn dat dit altijd over de ruggen van de burger gebeurt. Want zeker, er zijn, laten we dat niet vergeten, de ouderen. Die zijn ook financieel een stuk minder flexibel. Die kunnen dat niet meer compenseren. Die hebben vaak een AOW en een karig pensioen. Als daar de lasten maar van blijven stijgen, omdat het economisch misschien beter gaat, terwijl zij dat amper in hun portemonnee voelen, is het verhogen van dit soort belastingen, lokale belastingen op dat soort groepen, is kwetsbaar en eigenlijk ook onterecht. Ik ben benieuwd over 4 jaar, als de gemeenteraadsverkiezingen dan, dat we voor een nieuwe ronde gaan. Ja. Of van al die campagnes er ook echt wat gebeurd is, of die vanuit. Nou ja, weet je, ik ken mijn pappenheimers wel een beetje. En ik ken politici die zullen dan denken, weet je, het is nu in het nieuws, dat is lastig, want de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Dus we kunnen kijken wat ze daaraan voor beloftes doen. Maar uiteindelijk denken ze ook wel weer, tegen die tijd zijn de mensen het alweer vergeten. Dat is nu natuurlijk te kort dag met de komende lokale verkiezingen. En ik ben heel benieuwd of dit nog de VVD wat gaat kosten. We gaan het zien. Dankjewel. Zeker.